Doet brood, 1-0 verloren van Jong PSV. Wat ging er mis vanavond? Eerst zelf voetbal van achteruit, elke bal leverde erin. Aannames in het middenveld, verkeerde keuzes. En als we een bal de eerste helft terughalen, ik geloof dat we 3 keer goed doorkwamen op links. Met Ali, besluit zelf te gaan. Met Kevin, dus daar lag wel het gat. Ja, en als je hem dan niet maakt, niet binnenloopt. Dat vond ik eerst zelf heel slecht in de uitvoering. Ik vond ons ook wel in onze beleving heel mat. Dus, hoe kan dat? Dat is een goede vraag, hoe dat kan. Ik vind dat je altijd geconcentreerd moet zijn, zeker in dit soort wedstrijden. Dat je dan niks weggeeft, oké, maar je moet wel de momenten benutten. En als het dan even tegen zit, ga je nog een hoger tempo spelen. Ja, dat zat er ook niet in, maar als de eerste paas een fout is, dan wordt het heel slordig. Daar hebben we het in de rust over gehad. Ik zei ook, als je zo doorgaat, krijg je problemen. Maar ja, tweede helft zag je dat PSV, Jong PSV, ja, die hebben natuurlijk er alles aan gedaan. En op een gegeven moment bleven ze maar op de grond liggen. Alleen wij moeten, als we doorkomen, wat zei ik, moeten veel beter die voorzetten geven en scherper voor de goal zijn. We hadden geen geluk met Sjoerd zijn bal. Maar het was te apathisch. We hebben snel gewisseld. Na een kwartiertje, geloof ik, een dubbele. Maar ik vond het niet. Het was zeker onze slechtste kant laten zien. Je zegt die twee wissels die hebben we toegepast. Chelik maakt dus een debuut in de Jupiler League in deze wedstrijd. Wat probeer je met die twee wissels nog te bewerkstelligen op dat moment? Nou, dat je aanvallend ook wat impulsen krijgt, want je zag dat het door de as heel vol was. En over de zijkanten met de opkomende backs, Appia en Comboy, lag heel veel ruimte. Nou, en dan hoor je met Siat ook wat dieper te spelen. Van Morsel vond ik in deze wedstrijd te weinig diepgang hebben voor de goal kunnen komen. Nou, ik denk dat Siat dat wel kan. Apathisch, zei je zojuist. Het is een uitspraak die wel vrij bekend is, misschien ook wel een beetje een dooddoener is. Maar staat NEC na deze wedstrijd misschien weer met beide benen stevig op de grond? Ja, heel stevig. Je moet je gewoon kapot schamen eigenlijk. Als je geen kans weggeeft en je geeft eigenlijk een blunder, want dat is zo ziek die goal. Die geef je ook nog eens weg. Dus daarnaast nog eens de nul en een punt. En je scoort niet in zo'n wedstrijd. Ja, dat kan je zeggen apathisch of zo, maar beide benen op de grond. Dan is het goed dat we in een week zitten waarin weer een aantal terugkomen. Het is jammer dat Greg er niet was, maar dat mag geen excuus zijn. En dat we na volgende week wat meer concurrentie krijgen. Op naar vrijdag? Ja, we moeten snel schakelen. En ja goed, je ziet in de top hebben wij nu ook een wedstrijd verloren. Maar hier doe je een hele slechte zaak, ook naar je supporters. Dankjewel.